is belangrijk om te weten wat kop is. Want het is een begrip geworden. Iedereen gaat naar kop, alle leiders gaan naar kop. Het is een grote conferentie. Maar kop staat voor de Conference of Parties. En is een uitvloeisel van een besluit van de Verenigde Naties. Dus kop is een vergadering van de Verenigde Naties. En valt onder het raamwerk van het VN-orgaan dat gaat over climate change, UNFCCC. En sinds wij een overeenkomst gesloten hebben als wereld met lidstaten, zijn verschillende akkoorden geweest, het meest bekende is akkoord van Parijs. Daar zijn er afspraken gemaakt hoe wij ons planeet kunnen beschermen. En planeet is belangrijk, want het planeet is daar, maar binnen het planeet en op de aarde gebeuren er zoveel dingen die in feite de continuïteit van het bestaan van ons planeet bedreigen, ernstig bedreigen. En dat is allemaal wetenschappelijk vastgesteld. En de wereld heeft beslist, we gaan ons planeet moeten beschermen. En daar hebben we alle wereldleiders nodig. Omdat als één land niet meewerkt, dan blijft het toch doorgaan met die bedreiging. En wat bedreigt met name de wereld, planeet? Die uitstoot. Die uitstoot die plaatsvindt met zoveel activiteiten. Industriële activiteiten, bedrijfsactiviteiten. Ook mensen stoten uit. Maar dat wordt weer geobserveerd door de natuur, door bomen. Maar nu is er zoveel uitstoot dat de aarde warmer begint te worden. En als het warm begint te worden, dan ga je een heel ander effect zien. Droogte zal ontstaan, overstromingen zullen ontstaan, ijs begint te smelten. Op Noordpool, Zuidpool, als ijs begint te smelten, zoveel ijs, komt het allemaal in de zee en de oceanen. Wat gaat daar gebeuren? De zee begint te stijgen. Wat gaat er dan met de landen gebeuren? Met name de landen die een lage kustlijn hebben. En wie zijn de landen? Wij. Zuid-Amerika kuststrook, Caribisch gebied kuststrook. Dus als we niks doen na een paar tientallen jaren, het gaat niet morgen gebeuren. Maar elke dag stijgt de temperatuur. Dan gaan we als landen of niet meer bestaan, of gedeeltelijk niet meer bestaan. Dus we hebben gezegd, we gaan samen ons planeet beschermen. En de unieke positie van ons land is, namelijk dat in het kader van uitstoot wordt berekend, hoeveel je uitstoot toch? En hoeveel je absorbeert. En daar is er een balans, daar is die nullijn. En iedereen moet daar zijn neutraal. Wij zijn zelfs negatief, carbon negatief, een van de drie landen in de wereld. Dus we zitten geweldig goed met ons 93% bos. Dat moet beschermd worden. Dat zijn de longen van de wereld. Verschaf zuurstof. Aan de andere kant zitten we ook als land met oil en gas. Waar de wereld zegt, hey, die oil en gas die zorgt voor uitstoot, namelijk die productie ervan. Maar wij zijn al 40 jaar olie producerend land met staatsolie. En toch zijn we carbon negatief. Nou, hier is het eerste feit. Dat jouw verhaal niet helemaal klopt. Want we zijn een olie producerend land en we zijn carbon negatief. Dat wil zeggen dat je door mag gaan met je olieproductie. Maar wel op een verantwoorde wijze. Milieuvriendelijke wijze. Met een achtnemen van de normen van de wereld. En die normen zijn vastgesteld. Maar een andere norm is ook, die temperatuur moet niet verder stijgen dan 1,5 graden. Nu is het al boven 1,5 graden. De wereld moet weer bij elkaar. Mensen, leiders, het gaat niet goed. Het gaat niet goed met ons planeet. De mensheid wordt bedreigd. De volgende generatie wordt bedreigd. We moeten nog strakker zijn. Dus er moet enorm veel geïnvesteerd worden in die transitie van de energie.
van die fossiele energie naar die green energy. Zonne-energie, bio-energie, hydro-energie en zoveel andere soorten. Maar wel energiesoorten die niet zoveel uitstoten. En daar heb je moderne technologie nodig. Daar hebben we alle slimme mensen nu nodig op planeet Aarde om te ontdekken, om te ontwikkelen. En dat is nu gaande, maar wij zijn gunstig. Dus met welke boodschap gaan we? Luister, wereld. Jij bent rijk geworden met olie en gas. Je hebt je bos gekapt en je bent rijk geworden. Wij hebben ons bos niet gekapt. En nu hebben wij olie en gas. Geef ons het recht om het goed te gebruiken, om ons volk te ontwikkelen, om de economie te diversifiëren, om te sparen voor de toekomst. En tegelijkertijd die crisis aan te pakken en laat alle Surinamers goed leven. Laat Suriname ook welvaart en welzijn kennen met die oil en gas. Maar wel op een milieuvriendelijke wijze, wel op een verantwoorde wijze. Dat is boodschap nummer 1. Tegelijkertijd zijn wij niet verantwoordelijk voor die uitstoot, want we zijn carbonnegatief. Maar wat gebeurt er voor onze kust? Onze kust begint aan te vreten aan de aarde. Onze kust wordt aangevreten door stijgend water. Professor Naipaul is bezig daar mangroven te planten om te beschermen. Hij plant hier, zoveel wordt weer weggedreven. Hij plant daar, zoveel wordt weer de golven afgepakt. Dus een grote uitdaging. Maar wie financiert dat? Waar is die financiering? De wereld vervuilt, landen vervuilen, landen zorgen voor uitstoot. Maar zij financieren niet. En er is wel een kapitaal daar beschikbaar voor klimaatfinanciering. Meer dan 100 miljard Amerikaanse dollar. Maar je krijgt geen toegang. Dus wij gaan daar, we moeten toegang krijgen tot kapitaal. Waarvoor? Om onze kust te beschermen. Waarvoor? Wat ze noemen adaptation. Je moet je aanpassen. Wat is aanpassen? Als in het binnenland regelmatig gebied onder water komen, dan gaan we met die grammas in het traditioneel gezag praten van luister, dit gaat elk jaar gebeuren. Nu gaan we naar hogere gebieden. Waar er nieuwe gebieden ontwikkeld gaan worden voor de leefgemeenschap. Met weer huizen, met weer scholen, met weer gezondheid, met weer water. Maar inmiddels was daar die rivier die jou in feite hulpbron is al voor water. Maar tegelijkertijd is het jouw infrastructuur voor verbinding. Maar als je verder gaat, dan moet je meer investeren om het water daar naartoe te brengen. Dus wie gaat dat financieren? Wereld, je vraagt adaptation. Jij moet mee financieren. Dat is een andere boodschap die we gaan geven. Jij moet meebetalen. En als het plotseling, als gevolg van die climate change, zwaar regent, binnenland onder water, kuststrook onder water, wie moet met geld inkomen? Wij, als regering. Van waar moet het geld komen? Van een andere begroting. Ten koste van onderwijs, ten koste van veiligheid, ten koste van een andere sector. Want de wereld heeft jou geen geld gegeven om die gevolgen van die climate change op te vangen, terwijl zij de verantwoordelijke zijn. Dat is die andere boodschap die we daar gaan geven. En finally, wij verzorgen ons bos. En wereld, jij kan ademen. Dankzij ons bos. Atendorono, dat in pay. Compensatie. Geef ons vergoeding. Voor ons bos. Vergoeding die gaat naar het binnenland. Voor duurzaam bosbeleid. Gaat naar de leefgemeenschappen. Gaat naar het behoud ecosysteem. Gaat naar 1 boom kappen. 3 planten. 5 bomen kappen. 20 planten. Duurzaam bosbeleid. Dat we ook genereren uit onze natuurlijke hulpbronnen bos. Maar tegelijkertijd planten wij voor de toekomst. En het wordt tijd dat ze ons gaan betalen. En dat gebeurt middels compensatie. Daar zijn er regels. Voor carbon credits, wat noemen we dat? En we hebben onze carbon credits al geregistreerd bij de Verenigde Naties, UNFCCC. Er is een proces ingezet dat dat uitgedrukt gaat worden in een waarde. En dan gewoon landen vragen, organisatie vragen, wie daarvoor wil betalen. Zonder dat we onze status als een carbon-negatief land gaan verliezen. Dat blijft ons doel. We blijven carbon-negatief. Maar tegelijkertijd ontwikkelen we ons land met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Doorgaan met ons bosbeheer, duurzaam bosbeleid. Doorgaan met de biodiversiteit. Doorgaan met de kustbescherming.
maar ook doorgaan met die oil en gas. En tegelijkertijd met die inkomsten van oil en gas zorgen dat jouw energie gaat naar green energy. En ook dat moet binnen 60 jaar helemaal green zijn. En wij zijn al op de 50% van die tijdlijn naar 2060. Meer dan 50% wel green, dankzij onze hydro, dankzij onze zonne-energie, dankzij binnenkort nog grotere uitbreiding van onze zonne-energieproject van staalolie en bio-energie, wat ook binnenkort ontwikkeld wordt in het district Nikeri. Dat zal de toekomst zijn. Het is belangrijk dat je daar aanwezig bent. De president gaat kort aanwezig zijn. Het ministerie van ROM met alle deskundigen gaan langer aanwezig zijn. Het was een conferentie van 2 weken lang, waar je heel wat afspraken moet maken, commitment moet maken. En het is belangrijk dat we onze stem laten horen, maar tegelijkertijd ervoor zorg dragen dat we hier aan het land ook dingen gaan doen. Hoe stoppen aan vervuilen voor milieuvoeding? Hoe stoppen aan vervuilen voor binnenland en kwikgebruik? Hoe stoppen aan kot den bong? En daar gaan we als regering ook ingrijpen. We kunnen de wereld veel vragen, maar begin doe je eigen aan toe, wat je moet doen. En voor de rest hopen een goede conferentie te hebben, goede afspraken te maken. En ons land goed te vertegenwoordigen op de COP28-conference.